Ja, dus nu weer terug naar het vraagstuk: is het een blijvertje? Ja, de vijf nou, wie weet, en de vijf Messiasen. Ja, want je weet dat de vijf Messiasen, daar gaan we ook even iets over zeggen. Eh, het, als, als ze dus erin slagen om een soort van nieuw CDA te worden. Wat natuurlijk, het heeft die BBB is een lollige benaming, dus misschien kun je daarmee voort. Het schijnt ook dat ze BBB gebruikt hebben om meer mensen ook buiten de, de boerenbubbel uh, ja, uit te spreken. Ja, dat, dat zijn natuurlijk mensen die, laten we zeggen, praktisch uh, hebben aangekeken. Ja, we hebben, we hebben nu al tien jaar op de televisie gezien dat alles wat onder leiding van Rutte gebeurt niet, niet werkt. Slecht werkt, veel te langzaam werkt. Nou, en immense maatschappelijke ergernis geeft. En nogmaals, terecht. Het is terecht. Ontevredenheid is terecht. De kwestie is alleen, is de BBB in staat om het op te lossen? Mijn eenvoudige antwoord is nee. Met als vervolg dat het onvermijdelijke wijze weer teleurstelling geeft. Dus al die deftige stukken in de krant van nee, dit zou toch best wel eens een blijventje kunnen zijn. Vooral die mevrouw van der Platte is echt een, een heel groot politiek talent. En dan zeg ik, ja, ik weet nog een ander heel groot politiek talent, namelijk Geert Wilders. Die inderdaad ook een blijvertje is gebleken te zijn, maar we hebben er niets aan. Het is Geert Wilders, het is een locomotief die op een zijspoor staat en af en toe trekt hij aan de stoomfluit en dan zeggen we, oei, daar hebben we Geert. Maar de betekenis voor het beleid of voor de oplossing van maatschappelijke problemen, 0,0%. Wilden ze wel wat extremer, heb ik het idee, dan van de plas. Veel. En dat was ook een reden voor veel om te zeggen: nou ja, kijk, die wilden ze extreem. En, en trouwens ook wat over zijn, zijn aanhanger en niet van weerhoudt om bij parlementaire verkiezingen steeds uh, de, de PVV of de een na grootste of de op twee naar grootste te maken. Dus ja, blijvertjes, dat zou best kunnen. Maar je hebt er geen flinke aan. Dat is eigenlijk mijn observatie. Uh, en, en ja ook in de, in de Vijfde Messias... Om het, misschien moeten we er een boek over schrijven... dat heet de Vijfde Messias... ook de Vijfde Messias laat zien... in feite... Dat, dat, dat je eigenlijk... dat electorale systeem... enorm makkelijk... op zijn kop kunt zetten. En dat dat vooral gestuurd wordt... door vage sentimenten. Ik, zei, ik heb al gezegd... het is een talkshow partij. Het is geen partij die... die Ergens een, een, een ideologisch serieus fundament heeft. Nee, dat is er niet. Het zijn vage sentimenten over het feit, met name natuurlijk in de periferie, dat men zich verwaarloosd voelt. Je hebt daar eh, provincies, ik geloof in Overijssel, daar heeft ze, weet ik veel, meer dan de helft van de stemmen gekregen. Maar dus ik, ik zie dat eigenlijk. Ja, het zou best een blijvertje kunnen zijn, maar dat, zie, dat draagt niets bij aan de oplossing. Van de problemen waar we nu al jaren mee worstelen en die allemaal dezelfde oorzaak hebben, namelijk reorganisaties, bezuinigingen, dat hele waanidee dat onze overheid heel anders ingericht moest worden. Dichter bij de burger, weet je nog wel? He, zo dicht bij de burger dat je vaak uit wanhoop bereid bent om suïcidaal te worden in, met de Nederlandse overheid. Maar hoe weet je nou dat zij het niet kan oplossen? Want ze, je moet het haar Ze kan eerst, niks oplossen. Maar ze heeft het toch niet eens mogen proberen? Ze moet toch eerst een kans krijgen om nu mee te gaan regeren in die provincies? Ja, natuurlijk. Dat gaat ze ook zeker doen. Ja, en misschien doet het dat Ik dan heb wel. je al uitgelegd wat er dan gaat gebeuren. Dan nou, wordt aan de schroefjes van het stikstofprobleem gedraaid. En dan wordt de deadline opgeschoven. Die is nu 2030. Dus ja. ja Valsom doet even een voorspelling. Dat wordt 2035. kan iedereen wel eens een beetje mee leven. Niet waar? En dan wordt het natuurlijk met die uitkoopregeling en zo. daar kan ook al wat aan gevoezeld worden. Maar het probleem zelf moet nog steeds opgelost worden. En wat is dan het probleem zelf? Wat versta je daaronder? Ja, dat de uitstoot van stikstof zeer significant beperkt moet worden.